SW Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties en No Milk Today. Welkom bij SV Urk TV met een samenvatting van de wedstrijd gespeeld op zaterdag 9 november 2019 tussen Urk en Eemdijk. De scheidsrechter van dienst is de heer Turk en hij wordt geassisteerd door de heer Bruining en de heer Van Bruggen. Voorafgaand aan de wedstrijd waren er nog bloemen voor Maarten Dijkhuizen voor 200 officieel gespeelde wedstrijden en voor Riekelt Jan Brans die er 250 speelde. En onze pupil van de week is deze week Kees-Jan Brands. Vrije trap voor Urk. Achter de bal William de Boer. Maar zijn schotje gaat een meter naast het doel van Wouter Beukers, de doelman van Eemdijk. Benny Dunning met een lange bal. En die komt uiteindelijk terecht bij William de Boer. En die brengt Urk na een klein kwartiertje spelen op een 1-0 voorsprong. En dat is natuurlijk een prachtige opsteker voor de ploeg van Richard Karabelt. Tegen de koploper. Eemdijk, de ploeg uit de derde ploeg uit Bunschoten-Spakenburg. Na IJsselmeervogels en Spakenburg. Dan zijn we echter amper 2 minuten verder als dit gebeurt. Inschattingsfout van Klaas Kramer en dan probeert Dick Hakvoort nog van alles om tegen te houden. Maar dan is het uiteindelijk toch de nummer 7, Jesper van Dalen van Eemdijk. Die heel snel de ploegen weer op gelijke hoogte brengt. Het was niet bepaald schitterend voetbalweer vanmiddag. Regen, veel wind. Toch ontspon zich een prachtig en leuke wedstrijd hier. Een grote kans voor Jelle de Boer, maar dan komt de teenlengte tekort om een voorzet van Riekelt Jan Brands. Achter Wouter Beukers te plaatsen. Is de vrije trap voor Eemdijk. In eerste instantie weggekopt door Benny Dunning. En uiteindelijk levert dit Eemdijk niet meer op dan een hoekschop. Beland bij de tweede paal. De kopbal. Komt echter in de handen van Richard Strijker. Toch was het Eemdijk wat naarmate de eerste helft vorderde toch meer het heft in handen nam. Onder leiding van Rafik El Hamdi. De nummer 12 die hier nummer 24 Bas Buijmen vrij ziet staan. En die heeft geen moeite om de gasten op een 1-2 voorsprong te zetten. En dan hebben we een half uurtje gespeeld. Dan zitten we nu vlak voor rust. Met opnieuw een corner voor Eemdijk. Wordt in eerste instantie weggewerkt door Urk. Maar dan wordt de bal opnieuw ingebracht. En dan is het echt een levensgrote kans voor een aanvaller van Eemdijk. Maar die weet de bal niet achter doelman Richard Strijker te krijgen. Dan zijn we nog steeds in de eerste helft. En dit schot is ook niet moeilijk. Dus gaan we de rust in met een 1-2 tussenstand. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties en No Milk Today. Dan zijn we aanbeland bij de tweede helft met een vrije trap voor Eemdijk. En een kopbal die rakelings naast het doel voor Richard Strijker gaat. En ook het volgende moment weer een speler van Eemdijk die vrij voor het doel van Richard Strijker opduikt. Urk heeft het moeilijk de eerste 5 tot 10 minuten na rust. Maar kan hier counteren en is het Jelle de Boer die voorbij zijn directe tegenstander gaat. De bal laag voorzet. En dan is het de inzet van William de Boer die nog geblokt wordt door de speler van Eemdijk. En net langs de verkeerde kant van de paal gaat voor Urk. Trikkelt Jan Brands die snel ingooit op William de Boer. Die passeert zijn man en dan komt in de achtergrond Benny Dunnek in schietpositie. Maar zijn schot gaat een metertje over het doel van Wouter Beukers. Terwijl het weer er niet beter op werd. Je ziet hier Eemdijk dat overneemt en dan plotseling in een 3 en een 4 tegen 2 situatie terechtkomt.
is het Klaas Kramer die half kan wegwerken. En dan is het uiteindelijk de nummer 10 van Eemdijk. David van de groep die geen problemen heeft om Richard Strijker te passeren. 1-3 in het voordeel van Eemdijk. In de 72e minuut wordt het 3-1 voor Eemdijk door een doelpunt. En er zijn er voor Urk nog maar een kleine 20 minuten te spelen om iets aan deze achterstand te doen. De ploeg geeft echter niet op. Een lange bal op William de Boer. Die geen controle heeft. Jan Versloten. Terug op William de Boer. Jan Versloten krijgt daar een beuk. Dan is het de speler van Eemdijk die daar even later een gele kaart voor krijgt van de scheidsrechter Turk. En dan deze kopbal van de ingevallen Lucas Schraal. Die in het veld kwam voor Gerrit Tol. Marine Snoek. Die in het veld kwam voor Johannes Schrijver. En dan is het een schot van Lucas Schraal. Maar dat smoort in een melee van benen. In de 16 van Eemdijk. Die is hier Urk de druk zet. En nu hier een tackle van Benny Dunnik. En dan slaat de vlam een beetje in de pan. Benny krijgt direct rood van scheidsrechter Turk. En er is niet iedereen bij Urk het mee eens. Benny naar de kleedkamer en Urk nog ruim 10 minuten met een man minder. Als iedereen zich ermee gaat bemoeien. Uiteindelijk gaat de wedstrijd natuurlijk gewoon weer verder. Want ook die laatste 10 minuten moeten gespeeld worden. En Urk recht nog eenmaal de rug. Er is Marine Snoek die onderuit gehaald wordt. Dat levert dan weer een gele kaart op voor een speler van Eemdijk. En een vrije trap voor Urk. Die genomen wordt door William de Boer. En dan is het Jelle de Boer die al koppend de 2-3 op het scorebord zet. En dan gelooft heel Urk natuurlijk nog in een gelijkmaker. Met nog een minuut of 4-5 officiële speeltijd op de klok. En waarschijnlijk nog een klein beetje blessuretijd. Richard Strijker, Dick Hakvoort. Lucas Schraal. Ook daar wordt een overtreding op gemaakt. En dat levert de nummer 5. Freek van Belzen. Van Eemdijk nog een gele kaart op. Totaal 6 gele kaarten en een rode kaart. Maar dan vlak voor tijd is het uiteindelijk weer Bas Buimer die de 2-4 op het scorebord zet. Eemdijk aan de overwinning en de eerste periode titel helpt. En Urk blijft achter met een katergevoel. Nederlaag op eigen veld, 4 tegen doelpunt. En dan kunt u nu nog luisteren naar de interviews met de beide trainers. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties en No Milk Today. Richard, jouw verhaal dan maar over de eerste... Laten we beginnen met de eerste 15 minuten. Ja, nou goed, dan begonnen we goed. En nou ja, Willem die geeft aan verrast door de manier van spelen van ons. Op zich hebben we niet zo heel veel veranderd, maar je moet ergens een sleutel proberen te vinden door de defensie heen te komen van Eemdijk als maar 3 tegendoelpunten hebben in 9 wedstrijden. En nou goed, daar ben je mee bezig zonder dat je jezelf verloogt. Nou, dat hebben we denk ik heel goed gedaan in die fase. Alleen ja, we krijgen na de 1-0, wat je zelf net ook al zei, heel snel de 1-1 tegen. En dan lijkt het wel weer alsof we daardoor weer heel onrustig worden. We hebben nog wel eens moeite als we een tegenslag hebben om dan wel weer verder te gaan met de dingen waar we mee bezig zijn. En dat moet er wel uit, want als je goed in de wedstrijd zit, en je kan een slechte dag hebben met z'n allen, een keer met 0-4 afgaan. Maar als je goed in de wedstrijd zit, dan kan het niet zo snel zijn dat je zo snel denkt van hey, wat is dit allemaal en dan zo'n stuk minder gaat spelen. Ja, want het tweede gedeelte van de eerste helft was niet het Urk wat we gewend zijn te zien. Nee, het ontbrak aan lef, de manier van spelen. We zijn heel erg goed in tactische discipline als je naar verdedigend opzicht kijkt. Nou, ik heb het laatst ook vaak met de jongens over dat tactische discipline ook nodig heb in aanvallend opzicht om ergens te komen. Dan bespreek je ook dingen mee van tevoren. Nou, ik vond dat dat ook niet altijd meer goed uitkwam, waardoor je ook dus te weinig voor de goal kwam bij de tegenstander. Ja, goed, dat zijn dingen die gewoon even, net even wat beter moeten. Maar aan de andere kant staan we hier te praten over een wedstrijd waarin wij
dusdanige grote fouten hebben gemaakt waar de goals uitkomen. Ja, daar valt eigenlijk niet tegen te trainen of tactische dingen tegen te doen met z'n allen. We maken gewoon drie individuele fouten waar goals uitkomen. Goed, dan neem ik aan dat je in de rust iets tegen die jongen zegt om toch te proberen in de tweede helft weer lekker in die wedstrijd te komen. Wat heb je veranderd in het tactische plaatje? Nou, we hebben niks veranderd. We hebben alleen nog een keer aangegeven wat we van plan waren. Hè? En hoe we begonnen en waar de kansen liggen ten opzichte van Eemdijk. Als je de bal hebt, we willen aanvallen, we willen doorkomen, we willen de mensen vrijspelen. Wie moet je dan vrijspelen? Wie moet je helpen? Wie moet er zorgen dat je door kan komen? Wie moet er zorgen dat je door kan combineren? Wie moet er zorgen dat er ruimte gecreëerd wordt? Daar heb je het van tevoren over. Daar heb je het eigenlijk altijd met ze over. Ja, goed. En dat vond ik gewoon een heel stuk minder in de laatste fase van de eerste helft. Nou, en dat probeer je weer neer te zetten. En vooral ook... We hadden allemaal spelers die met de koppen naar beneden over het veld heen liepen. En ik blijf altijd wat langer zitten op de bank. En iedereen die liep met de kop zo naar beneden het speelveld af. Nou, die Bosch moest vooruit en het kindertje moest omhoog. En we moesten laten zien wie we waren. En met lef voetballen. Ik bedoel, dan ga je er maar af. Maar je moet wel lef in je donder hebben. Ja, goed, dan wordt het 1-3 ook. Eigenlijk door een individuele fout, denk ik. Ook iemand met de kop naar beneden en die dan niet meer terugverdedigt. Dan komen die 15 hectische laatste minuten. Kom je met 10 man te staan. En dan toch weet de ploeg zich weer op te richten. En gaat die 2-3 er nog in? Ja, goed, dat zijn wij ook natuurlijk. Hè. Wij blijven dat betreft altijd doorgaan. En ook, wij zouden ook weer blijven aanzetten. En ook zelfs naar de 4-2 probeer je wel weer aan te zetten. Ik bedoel, wij zullen hier nooit opgeven. Het is alleen zonde dat we de 4-2 weer maken en dat we weer te makkelijk die goal weggeven. En dat je niet nog eens een keer een extra slotoffensief kan maken om ook nog eens een keer een puntje weg te pakken. Ja. Mag ik dan stellen dat Eemdijk hier toch wel terecht gewonnen heeft? Nou, ik vond ze wat makkelijker voetballen, volwassenen voetballen en 90 minuten op dezelfde manier blijven voetballen. En wij hebben dat, ons is dat niet gelukt om dat ook te doen. Of wij dorsten het misschien niet om dat ook te doen. Dat kan ook. Volgende week gaan we voor de districtsbeker. Dan gaan we naar Hogeveen, de Weide. Een prachtige, prachtige tegenstander misschien om weer een klein beetje in het goede ritme te komen. Hoezo? Zitten we niet in een goede ritme dan? Ja, ik bedoel dat misschien iets anders, maar om die wedstrijd van vandaag dan weer te vergeten. Nou nee, we vergeten ook deze Klaas. Hier moeten we mee aan de gang. En we hebben in bekerwedstrijden geen tijd om iets te doen. Bekerwedstrijden die zijn super belangrijk voor de club, voor alle clubs. En dus ook voor ons. En als je daar in de beker verliest, dan kun je niet herstellen. En deze competitie in nederlaag kunnen we herstellen, maar bekerverlies niet. Dus we moeten er weer staan volgende week. Nou, veel succes volgende week dan, Richard. Okay. Romp, de eerste 15 minuten had ik niet het idee dat jullie lekker in de wedstrijd zaten. Nee, daar heb je gelijk in. Verloren veel duels en Urk startte gewoon ontzettend goed. Ik moet ook eerlijk zeggen, we werden een beetje verrast van de formatie. We hebben wat beelden gezien, maar deze formatie had ik nog niet teruggezien. Dus moest even wennen. En ja, goed wennen. Het zat hem ook een beetje in het willen spelen van duels. Nou, dat vond ik de eerste 10 minuten kwartier, deden we dat niet goed. En Urk komt goed verdiend op 1-0. Goed, en dan heb je dan misschien het geluk dat 2 minuten later gelijk de 1-1 al valt. Nou ja, voor het spelbeeld is dat wel heel fijn, want je gaat wel even denken van waar gaat dit eindigen. Dus die 1-1 die valt wel heel lekker, ja. Daarna herpakken jullie je, denk ik, en zijn jullie, denk ik, de rest van de wedstrijd toch de beter voetballende ploeg, de makkelijker voetballende ploeg. Dat resulteert dan in een 1-2 vlak voor rust via een prachtige aanval en de redelijke controle over de wedstrijd. Ja, ik denk wel dat we onszelf iets makkelijker hadden kunnen maken. Want we wisten dat er best wel wat ruimte viel in de as van het veld. Nou, ik vond niet dat we dat altijd even goed bespeelden. Maar inderdaad, na de 2-1 zaten we beter in de wedstrijd voetballen, iets makkelijker. Ik denk ook dat we voor rust de 3-1 moeten maken met de as van de groep. Nou, die valt er net niet. Maar ja, op dat moment, eigenlijk vanaf de 2-1, ging het wel makkelijker dan daarvoor. Goed, dan neem ik aan dat je in de rust wat tegen de jongens zegt. Iets anders aanpakken misschien. En dan start Urk toch naar rust toch wel wat feller, denk ik. Nog aanvallender. Hoe heb je dat opgelost uiteindelijk? Nou, we hebben eerst opgelost hoe we de zijkanten goed moeten bespelen. Met name onze aanvallers eigenlijk. Dat die wat betere lijnen zouden bespelen. We wilden ze vooral lokken de as in op die wat langere jongen, die middenvelden.
En hoopt daar voornamelijk ballen te veroveren. Nou, dat lukte een paar keer heel goed. Dan kon je ook een paar keer gevaarlijk worden. En eigenlijk, ja, ze gingen wel aanvallende spelen. Maar omdat wij natuurlijk met z'n vijven achterop stonden, liepen ze ook eigenlijk wel een klein iedere keer tegen een verdediger van ons aan. Dus ik vond niet dat we daardoor heel erg van een stuk van raakten. Oké, okay, nou goed, dan wordt het 3-1. Lijk je in een zetel naar de zege te gaan. Dan is het een kwartiertje voor tijd en dan slaat de vlam een beetje in de pan. En komt Urk met 10 man terug tot 2-3. Wat dacht je op dat moment? Ja, dan denk je, die kan nog even van de bak. Maar ik denk ook dat het een beetje komt dat er beslissingen genomen werden die gewoon die er niet waren. Want de 2-3 die valt ook van het moment dat wij gewoon een goede... We pakken daar gewoon een goed duel aan de zijkant en we kunnen in de omschakelen en hij fluit in één keer. En dat is over en weer geweest trouwens, hoor, dus het is niet om het te verstoppen. En daardoor, door al die onduidelijkheden en gewoon dat de meest gekke ding, ik had nog met de trainer, Richard ook over, dus zat ook te kijken van ja, het gaat nergens over. En dan krijg je ook een beetje de vlam in de pan. Onnodig, want volgens mij, beide clubs hebben het ontzettend leuk altijd met elkaar. En volgens mij de eerste helft was een hele leuke wedstrijd. Ja, en dan loopt het zo uit de hand en dat is zonde. Nu zeggen wij in de kleedkamer, we gaan direct de bus in, want we gaan maar niet de kantine in. Oh, nou jullie kunnen rustig de kantine in, hoor. Dat is helemaal geen probleem meer. Dan beslis je uiteindelijk de wedstrijd met de tweede goal van, even kijken, Bas Buijmer, dacht ik dat het is. En krijg je misschien daarna nog wel kans op 2-5, denk ik. Maar uiteindelijk denk ik dat jullie het overheerst dat je de zege behaald hebt, de periodetitel binnen hebt gehaald en gewoon weer verder kunt. Ja, goed, je bent blij met die 2-4, dan lijkt het wel dat het echt de nekslag is. En ik ben blij dat je zo snel gevallen is. Ja, dan kan je nog wel doorgaan naar 2-5. Je kan allemaal dingen roepen, hè, dat je nog zo'n problemen komt tegen 10 man. Maar ja, dat zit ook in zo'n wedstrijd. Tegen zo'n tegenstander die echt met passie voetbalt, echt met heel veel energie. Dan maakt het niet altijd even uit dat je nou met 11 staat. En zeker ook het behalen van een eventuele periodetitel, komt er dan misschien ook bij kijken. Dus daar kan je wel over praten, maar je moet gewoon blij zijn dat je gewoon lekker wint hier. We hebben een hele moeilijke tegenstander, goede ploeg. En er gaan niet heel veel ploegen doen, denk ik. Dus wij zijn hartstikke blij. Oké, dankjewel. Veel succes verder. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties en No Milk Today.